De politie is op zoek naar de bestuurder van zo'n opvallende zwart-oranje Piaggio Zip scooter. Diegene heeft in Delft een 76-jarige meneer aangereden en is daarna doorgereden. Op vrijdagmiddag 29 april rond 5:45 zien twee agenten op de Binnenwatersloot in Delft een scooter in tegenovergestelde richting rijden. Dus aan de andere kant van het water. Door zijn rijgedrag valt de man met de scooter op. Ook zien ze dat de scooter geen kentekenplaat heeft en ze besluiten er achteraan te gaan. Plotseling zien ze een wat oudere man op straat liggen, hier bij de verkeerslichten van de Phoenixstraat. Er zijn ook wat omstanders bij die mijn collega's om hulp vragen. Direct bellen ze de meldkamer en vragen om een ambulance. De agenten rijden nog richting de Koenderstraat om te kijken of ze de Piaggio Zip nog zien. Want die blijkt de man te hebben aangereden. De scooter is verdwenen en dus rijden mijn collega's snel terug naar het slachtoffer, wat inmiddels werd verzorgd door ambulancepersoneel. De 76-jarige man blijkt ernstig gewond te zijn. Hij heeft onder andere een gebroken been. Het moet dus een behoorlijke aanrijding geweest zijn. Ja, dat kun je wel stellen. Hè? Dat moet wel zo geweest zijn. Hoe is het met hem? Ja, meneer heeft een operatie moeten ondergaan. En daarvoor moet hij 6 weken in het ziekenhuis blijven. En dan zal daarna hoogstwaarschijnlijk deels toch afhankelijk zijn van thuishulp. Nou ja, gedurende de revalidatieperiode. Het slachtoffer is op leeftijd, maar staat nog vol in het leven en doet eigenlijk nog alles zelfstandig. Dus het is een enorm schrijnende situatie. En het feit dat iemand doorrijdt naar zo'n flink ongeval waar zoveel leed is veroorzaakt, ja, dat knaagt aan deze man. Ja, degene die op die scooter zat, die moet natuurlijk gewoon snel gevonden worden. Hè? Gelukkig, er zijn beelden van hem. Ja, voor de aanrijding rijdt hij hier over de Kornmarkt en dan valt hij van zijn rijgedrag eigenlijk al op. Hij rijdt half over de stoep. En dan rijdt hij hier door de Peperstraat en dan na de aanrijding scheurt hij met hoge snelheid over de Buitenwatersloot. En we weten dat hij vanaf de plek van de aanrijding naar de Koenderstraat is gereden en vervolgens de Buitenwatersloot op. Mochten mensen hem daarna nog gezien hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. En wat weten we over de bestuurder? Ja, het is een licht getinte man van ongeveer 20 à 25 jaar oud. Hij draagt een zwarte jethelm met zilveren letters als bies op de helm. Verder een grijsgroene jas en een donkere broek met waarschijnlijk een streep aan de zijkant van het bovenbeen. En hij heeft lichtkleurige schoenen aan. En dan hebben we ook nog een foto van een soortgelijke scooter, hè? Want die is best opvallend. Ja, zeker. Het gaat om een zwarte Piaggio Zip SP-scooter zonder spiegels en ook zonder kentekenplaat. De scooter heeft opvallende oranje stickers op de voorzijde en op de linker en rechter achterzijde. En de velg van het voorwiel is in werkelijkheid ook oranje. Ja, weet u wie er op deze opvallende scooter rijdt of waar die staat? Maar nog beter is als u kunt vertellen wie deze doorrijder is. Hij reed op vrijdagmiddag 29 april een 76-jarige man aan op de Phoenixstraat in Delft. Het was toen iets voor 2 uur. Heeft u iets gezien van die aanrijding of heeft u de scooter ervoor of erna zien rijden in de omgeving? Geef uw tip dan door via 0800 60 70 of bel Meldmisdaad Anoniem.